Wauw, dit is echt huge. Het is mijn tweede huisje. Jongen, doe een huisje gevonden. Yo, leuk dat je kijkt naar Koken TV. Ik ben Jeroen. Ik ben Jerenzo. Wij zijn Coolbox. We maken van hele saaie, superleuke dingen. En de cliché toerist uithangen is natuurlijk super saai. Dat gaan wij vandaag leuker maken. Zo, kleinzoon. Dagje Amsterdam met opa vandaag. Kijk dat gebouw, hè? Dat is de Jordaan. En eigenlijk is heel Amsterdam op één plein te vinden. Dus kom gezellig mee. Kom. Nou, kijk eens. Paleis op de Dam. Ook gezien. Leuk, opa. Kom, deze kant op. Nou, let op. Rijksmuseum met Van Gogh en Rembrandt. Dat klopt niet, volgens mij, dat klopt niet. Rijksmuseum. Nou, verder, kom. Deze bank, hè? Dus van die film. Van die film. Die Fault in Our Stars. Ken je die? Ja, maar ik denk niet dat het. Ja, jawel, kom. Die kant op, kom. We zijn hier nu in Amsterdam en in de vorige vlog zag je dat we onderweg waren naar Parijs. Daar kregen we een checklist met bezienswaardigheden die we binnen 1 uur op een foto moesten hebben staan. Maar Bradley is hier helaas niet bij, maar binnenkort in de Disney aflevering is hij er gewoon weer bij. Dus op naar Parijs! Oké, nou goed, we zijn dus nu in het metronetwerk van Parijs en we weten niet waar we heen moeten. Nee, we moeten eruit volgen. Ja, dat wel, maar welke metro hebben we daarvoor nodig? Staat er niet op. Hier hebben we niks aan. Dan moeten we lopen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik ook niet. Zullen we gewoon die kant op gaan? We hebben allemaal witte schoenen. Wauw, wat leuk. Wauw. Oké, we hebben een checklist met allerlei toeristische dingen die we vandaag kunnen doen in Parijs. Wat is het allereerste toeristische ding dat we moeten doen? Draai camera om. Met de Nepal. Metro. We gaan kijken of we Quasimodo kunnen vinden in Amsterdam. Wie? Quasimodo. Wat? Ken je niet Quasimodo? Is dat een zwarte eentje? Wat? Ben jij? Waar hebben jullie het over? Quasimodo. Rennetje Renzo! Wauw, is het mooi? Daar is hij! Nee, niet jij, niet je voorhoofd. Hier! En daar is Quasimodo, daar ergens. We zijn er! En we gaan nu een checklist afchecken. Met een selfie. Kom erbij. Benissimo, sì, molto bene, sì. Ja. Gracias. Aquí está la... Muy bien. No, oh, sorry. En nu gaan we even ergens lunchen. Oh, romantisch diner voor 3. Echt leuk, zeg. Yay. Oh, oké, dus we lopen nu hier in Parijs. Maar gisteren waren we in Disneyland Parijs. Wat vond jij het leukste of het mooiste? Denk ik de fireworkshow aan het eind. Die was echt zo prachtig. Zo mooi dat ik dacht dat ik ging janken. Supermooi. En jij? Hyperspace Mountain was wel echt de vetste attractie. Daar heb ik niks meer om te zeggen, ik heb het ook met allebei. Wauw! High five. High five. Dat was het superleukste ooit. Oké, we zijn hier in Jardin de Luxembourg. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En dit is het volgende checkpoint, guys. We gaan hier een foto maken. Ja. Let's take a selfie. Let's go. Onderweg naar de Eiffeltoren komen we een mooi gebootje tegen. Wow. Maar weet je wat het is, Marije Zuurveld? Nee. Weet jij het dan wel? Nee. Oké. Gaan we dat uitzoeken dan? Ja. Jorenzo, moet je kijken nou? Weet jij al wat dat is? Staat hij daar met zijn telefoon bezig? Hé. Hey, waar is dat nou? Weet je al wat dat is? Ik ga het even opzoeken. Wauw, dit is echt huge. Het is mijn tweede huisje. Tweede huisje in Frankrijk en ik heb er nog 3. Kocht ook? Ja, zeker. Nog iets toeristisch is een taxi nemen. Want als toerist weet je natuurlijk niet precies waar je allemaal naartoe moet. Ja. Dus wat is er dan makkelijker om gewoon een taxi te pakken in plaats van die ingewikkelde metro? Naar bijvoorbeeld het Louvre, kijk. Daar binnen zit gewoon de Mona Lisa daar zo. Die heb ik gekocht. Die heb je niet gekocht. Ook al. Onbetaalbaar. Hey jongetjes en meisjes, dametjes en heertjes en alles ertussenin. We zijn bij het Louvre. En we gaan hier even een foto maken, want dit is het volgende punt. Nou kinderen, leg je telefoon weg. Kom eens even een foto bij mij maken. Oké. Okay. Even snel een rietje door Parijs, jongens. Guys, daar is hij. Daar is de Eiffeltoren. We found it. Jongens!
Yeah! Waar is hij dan? Daar! Moeten we nog een selfie maken? Ja! Bedankt voor het kijken van deze video. Wil je onze vorige aflevering zien? Klik dan hier. En wil je de vorige aflevering van de Fristik zien? Klik dan daar. Heb je nog saaie situaties die wij leuker moeten maken? Laat het dan even achter in de reacties. Abonneer je op KookTV en doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Bye!